Hallo en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben met de auto gereden. Eindelijk. En dat gefilmd. Die video staat voor deze weekvlog al online. Helemaal ontschoten om de vlog te openen. Maar we zijn lekker naar het strand geweest. Maar ik ben wel heel erg moe en uitgeput. Dus Pitty gaat naar huis rijden. Misschien komen we onderweg nog langs een tankstation. Dus dan kan ik ook even voor het eerst tanken. Dat is wel grappig. Maar echt. Ik ben zo blij. Echt een goed begin van de week. Ik ben dus naar de nagelstudio geweest. Onze nieuwe tv is er, want onze oude was stuk. Top. Zo, ik heb mijn zandschoentjes weer uitgedaan. En nu ga ik even een perspakketje openen van het NARS persbureau. En waar ik laatst Laura Mercier van had. En het zit nu in een grote doos. Het is echt best wel zwaar. Dit is van Buxom. Make-up. Daar heb ik nog nooit eerder wat van gehad. En er zitten stelts in. Volgens mij heb ik deze eerder gehad. Volgens mij vond ik dat wel lekker. Lip scrub en plumping lip balm. Wat leuk. Oh, die ga ik koud leggen. Andere camera is leeg, maar we hebben dus vandaag onze nieuwe Frame TV opgehangen. Dus we krijgen nog, of nou ja, die moeten we nog bestellen. Een houten frame voor hierbij. En die zouden moeten matchen met onze eetkamerstoelen. Dus dat is wel echt heel erg cool. Ja, so far so good. En het is dus lachen dat... Mocht je geen tv kijken, dan kan je er kunst op vertonen. En dat ziet er dan ook echt mooi en mat uit. En het zou super goed inblenden met een fotomuur. Maar dit is ook gewoon een veel minder opvallend kabeltje dan wat je normaal hebt. Dus hij is gewoon pretty. Dus we zijn er heel erg blij mee. En het ophangen ging ook nog eens heel erg makkelijk. Dus echt super fijn. Pimple patches en scrubs. Inmiddels is het dinsdag en ik merk dat ik echt nog steeds super blij ben door gisteren. En ik voel me zo dankbaar en ik vond het zo leuk dat ik me best wel relaxed voelde. En dus een stuk heb gereden dat we naar het strand zijn geweest. Ik heb mijn nagels weer laten doen. Ik had het idee dat ik een beetje in een sleur zat omdat ik 2 weken ziek thuis heb gezeten. En er echt wel... het leukste van heb proberen te maken. Dat is ook best wel goed gelukt. Maar ja, weer helemaal blij dus van gisteren. Ik ga nu eventjes mijn weekvlog afediten die voor mij vandaag online moet. Ik heb een koffietje. Moet lukken. Ik moet hem eigenlijk gewoon helemaal checken en mijn outro erin plakken. En ik heb wel nog wat to-do's van gisteren liggen die ik niet heb afgekregen. Dus ik hoop dat ik even schouders onder kan zetten en vandaag veel gedaan krijg. Ik ga het vandaag gewoon nog een keer proberen. Ik ga eventjes een outfit bij elkaar rapen. Dat is gelukkig echt super simpel, want ik ga weer eventjes verder met een Reels film voor een samenwerking. Waar ik dus laatst al een deel voor heb gefilmd, maar toen voelde ik me weer niet lekker met deze outfit aan. Ik ga even de keuken schoonmaken en dan ga ik ook voor die Reels wel filmen dat ik een koffietje maak. Want het is gewoon een soort mini vlog. Dus als we eventjes dit afnemen. Ik ben echt zo gewend om binnenshuis met mijn andere camera te vloggen die een veel grotere hoek heeft. Dus ik heb het idee dat ik nu zo dichtbij ben. Maar goed, de content is geschoten. Ik ga gedurende de dag nog wel wat meer filmen en dat editen. Maar voor nu ben ik eventjes hier het andere laptopwerk aan het doen. En ik merk gewoon ook heel erg als ik dan ergens foto's voor moet maken of hier in huis aan het filmen ben. Soms ben ik gewoon mijn dag aan het beleven en... gaat het een beetje automatisch en krijg ik het onbewust al mee. Maar ik ben zo verliefd op ons huis. Ik vind het zo mooi en nog steeds zo onwerkelijk dat dit het eerste huis is waar we op hebben gereageerd. En dat we het gewoon zijn geworden. En ik ben zo blij met alle meubels die we tot nu toe hebben gekocht. En ja, weet je, dat zijn echt niet de belangrijkste dingen. Maar ik hou er wel gewoon van als dingen er heel mooi uitzien. En ik word er gewoon heel blij van. Ik ben zo blij met ons huis en... ja, hoe makkelijk het gegaan is, is eigenlijk ook echt super bizar. Dus ja, nou, blij, wat is dit moeilijk. Patty is trouwens morgenjarig, dus daar wil ik vandaag ook nog het een en ander voor doen. Kaart heb ik geschreven. Ik wil een soort giftcards bij doen, want ik wil dus cadeau geven dat we samen gaan shoppen. Mocht dat morgen lukken, als hij ook daadwerkelijk jarig is, lijkt het me leuk. Anders kan ik natuurlijk ook, kunnen we samen online dingen bestellen. Maar het lijkt me zo leuk om voor zomerkleding te shoppen en hij vindt dat echt leuk. Als ik dat voor hem doe. En ik wil ook even kijken of het gaat om het hier te versieren met slingers en ballonnen. En
wat we dan ook hebben. Dus dat wordt eventjes zoeken in de schuur zo meteen. Oké, ik ben inmiddels door Only Murders in the Building heen. Dus ik ga even pauze houden met Riverdale. Gewoon omdat het zo absurd is. En ik ben gewoon een beetje benieuwd. Het is een beetje mijn guilty pleasure. Maar voor soms. Ik kijk het echt niet meer zo heel regelmatig. Ik kreeg ook de tip voor als je corona hebt of gehad. Om veel eieren te eten. Dus dat is wat ik ondertussen ga doen. Oh my god, ik weet niet waarom, maar ik keek met zijn locatie. En ik zie dus gewoon dat hij al bijna 5 is. Terwijl het is 3:15. Ik denk dat hij gewoon dacht, ik werk de rest van de dag thuis. Dus ik moest daar nog even een cadeaukaart maken. Kaart heb ik dus al geschreven, die heb ik snel verstopt. En ik dacht, dan ga ik het straks lekker versieren. En als hij thuis komt, dan hangt het er allemaal al. Dat gaat dus ook niet meer lukken. Oké. Even doen alsof er niks aan de hand is. Weer verder werken of zo. Hallo. Snelle. Ging het goed allemaal? Het is allemaal gefixt en nu ga ik een saladetje maken voor bij de pizza die in de oven zit. We hadden helemaal geen eten in huis, dus dat was even simpel. Gisteravond hebben we dus Koop zonder kijken gekeken op de nieuwe tv en nu zijn we Avengers Endgame aan het kijken alweer. Ik weet niet wanneer die nou in de bios kwam, maar dat is echt niet meer lang geleden. Zoals ik vorige week al zei, we gaan echt heel hard door alle Marvel films heen. En inmiddels is het al bijna 11 uur, dus je hebt gewoon over een uur jarig. En we hebben dit meubel net trouwens eventjes helemaal afgestoft en gepoetst en zo. En het scheelt dat de tv nu hangt, dat we wat ruimte hebben om te decoreren. Dus dit is eventjes de eerste poging, maar plantje dus. En deze hand hadden we best wel snel gekocht toen we in onze vorige woning gingen wonen. Maar die is dus echt super handig om sleutels en zo aan te hangen. Die komt van de karwei. En aan deze kant de omzetters van de kringloop. Super praktisch. En 2 kaarsen. We hebben eventjes gewandeld, taart gehaald en gegeten. En ook eventjes bij de Holland en Barrett ijzersupplementen gehaald op aanraden van jullie. Dus dat ga ik even innemen. Hopen dat het helpt. Ik neem dus ook nog de Isina Forte elke dag in. En ik heb wel het idee dat het, zeg maar, gemiddeld allemaal wat beter gaat. Maar het wisselt nog steeds een beetje per dag en per moment. Maar over het algemeen, de grote rode draad zit er wel voor uitgang in, gelukkig. Oh. Goedemorgen. Die deur kraakt dus ook ineens sinds kort. En we hebben dit plantje trouwens hierboven opgezet. Ik hoop dat hij het daar gaat doen. Het is volgens mij een Calathea. Volgens mij zeg je dat zo. Hij is een beetje dramatisch. Hij zakt de hele tijd in. Maar er groeien wel bloemetjes aan. En we hebben hem al een paar maanden. Het water geven gaat goed. Dus het gaat prima. Maar hij ziet er soms een beetje ingezakt uit. Even een klein beetje opruimen. Die in de vaatwasser zitten. Snackjes van gisteren. En dan een lekker koffietje zetten. Oh ja. En onze gedroogde eucalyptus van Meet hebben we even hier in dit vaasje plantenpotje van de H&M Home gezet. Deze moet ik blijkbaar maar even terugsnoeien. Wat er nu groeit, dit gaat natuurlijk nooit meer groen worden. Denk ik. Neem ik aan. Lijkt me logisch. Hier ga ik binnenkort wat van afknippen. Ik ben helaas vergeten een ijs te maken. Dus ik heb een warme koffie vandaag. Ik heb hier een beetje kaneel doorheen opgeschreven. Deze mokjes, die heb ik trouwens aan Pet gegeven toen we bijna zeker wisten dat we in ons vorige huis zouden gaan wonen. Die zijn ook van H&M Home, maar dus van lang geleden. Ik ben trouwens weer verder aan het lezen in Twilight New Moon.
En ik ga ontbijten met een bageltje. Ik vind mijn haar altijd zo raar uitzien als het zeg maar krullend opdroogt. En dus nog krullen een beetje los moet scrunchen zo. Maar goed, dat is dus wat ik nu aan het doen ben. En ik heb mijn boek uit. Het lijkt erop dat ik gemiddeld 2 boeken per maand uitlees. Dat mijn gemiddelde leestempo is. Er is alweer een nieuw boek onderweg. Heel veel zin om daarin te beginnen. En mijn mening over het vorm, want de meningen zijn er erg over verdeeld. Maar die zal ik laten zien zodra ik hem heb. Ik kan echt niet wachten tot mijn haar wat langer is. Ik zit er dus over na te denken, omdat mijn haargroei van de afgelopen tijd... Het zijn weer wat meer haren, dat is wat voller. Kijk, nu valt het heel kort, omdat het is krullend. Maar meestal draag ik het natuurlijk steiler dan dit. Of ik het misschien beter weer een stukje korter kan laten knippen. Dit is echt heel kort zo. Ja, omdat het dan weer wat voller lijkt. En dat ik het dan misschien ook fijner vind om los te dragen. Misschien moet ik me binnenkort even laten adviseren door een kapper. Maar ik kan dus niet wachten. Op een gegeven moment, ooit komt de dag er, hopelijk, dat mijn haar langer is. En dan ook krult. Heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Oh ja, en voor mij is gisteren de video online gekomen waarin ik dus voor het eerst auto ging rijden. En ik heb er echt zoveel leuke reacties op. Heel veel lieve reacties, maar ook heel veel verhalen van waar jullie eerste rit naartoe ging en zo. Dus echt leuke comments om te lezen. Ook tips voor mocht jij misschien binnenkort gaan afrijden en je bent zenuwachtig. Of als je een rijbewijs hebt, maar een beetje rijangst hebt. En mocht je het nog niet gezien hebben, het is echt een van mijn favoriete video's geworden. Ook na het editen. Het was super leuk om te filmen. En misschien laat ik mijn haar voor nu wel even zo zitten. Het is zo raar omdat ik dus gewoon bijna 24 jaar heb gedacht dat ik stijl haar had. Dus ik weet niet. Ik vind het gewoon elke keer als ik mezelf dan zo zie een beetje apart. Blijkbaar kan ik er niet aan wennen of zo. Het is een paar uur verder, maar mijn haar zit zo. Ik heb de D'Amelio show gekeken. Best wel leuk. En Patty had zin om te koken. Dus we hebben een HelloFresh. Dus heb je een heel lekker receptje. Met basilicum mayonaise, burger, salade. Top, top, top. Favorietje. Volgende boek wat ik ga lezen. Heel veel mensen zeggen, oh my god, ja, deze liefde die hierin zit. Andere mensen zeggen, vreselijk. Ik ga het zien. En ik heb hiervoor Twilight gelezen, dus ook wel een beetje tenenkrommend af en toe. Ik ben benieuwd. Heel populair boek weer. Ik haat het als je maandelijk nog even. I get it. Ik heb daarentegen gewoon alleen een Maulo's hemdje, want het is vandaag tijd voor Pat zijn styling sessie. Ik weet niet of ik nou gezegd had dat dat mijn cadeau was, maar we gaan shoppen. Niet per se dat ik alles de hele tijd uit ga kiezen, maar we vinden het gewoon leuk om dat af en toe te doen samen. Dus hele basic zwarte outfit hieronder. Ik krijg het altijd bloedheet in winkels. Iemand zei laatst, wil ik weer een keer een outfit video maken, maar ik heb echt altijd alleen maar dezelfde dingen aan. Schoenen eronder van Ceronijn in samenwerking met Esme, want die kleuren bij mij als... En die zitten echt mega lekker. Pantalon van Gina Tricot. Hemdje heeft H&M. Deze is toevallig van Naked. Trenchcoat van de Kring. Zin in. Ik heb echt de tijd van mijn leven hier zo door de mannenafdeling te waddelen. Samen met de H&M. Ik denk dat de grijze hoodie wel heel erg leuk is. Niet super zomers. Ik wil heel erg graag nog een linnenbroek. En die hing hierbij terughangelijk bij de mannenafdeling. Toevallig mijn maat. Die ga ik even passen. En Patty heeft eigenlijk alleen maar basics nu. Nou, het komt niet zo goed over op beeld, maar hij is echt mega see-through. Echt verbaasd over hoe leuk de Zara mannenafdeling is. Maar het is zo druk en je kan dus nergens passen. We nemen de toeristische route naar huis. Ken je dat je dan thuis komt van iets? Voornamelijk als je echt overwit bent geweest. En dat je dan echt al je kleding en je schoenen en alles zo snel mogelijk uit wil doen. Vandaar de patjes. Ik ga ook even koffie inschenken. Ik dacht gewoon dat het op zondag wat rustiger zou zijn in de stad dan op zaterdag. Misschien was dat ook wel zo. Maar het was in ieder geval gewoon heel... Een beetje weinig melk opgeschuimd. Druk. En dat Pet aan het pas was bij de H&M. Kwam er ineens een medewerker en die vroeg iedereen die pashokjes uit wil. Want blijkbaar was het afgezet en hadden de pashokjes gesloten. Maar iemand had dus gewoon dat al aan de kant geschoven. En daardoor dat iedereen kunnen gewoon kleding passen. En bij de Zara, daar ging ik daarna dus heen. Heel veel leuke dingen op de mannenafdeling. Ook die pashokjes gesloten, want er is overal personeelstekort. Dus bij de H&M heeft Pet gewoon een simpel zwart t-shirtje uitgezocht. Fijne basic. En dingen van de Zara, dat zijn er best wel veel.
Die gaat hij zo even passen. Oh ja, de broekmaat is sowieso iets te groot. Oh, jammer. Ik ben wel benieuwd hoe die staat. Ik wil zeggen, ik ga ondertussen even verder lezen in mijn boek. Ik ben er vanmorgen in begonnen en dus nu inmiddels bij pagina 32. Hoe voel je je hierbij? Okay. Ik moet zeggen, ik vind hem dus wel, vooral zeg maar de onderkant van de broek, leuk staan en leuk vallen. Ik weet niet of dit bij andere dingen leuker dan hoe je het kan combineren. Ja, dat is, het is een lastig kleurtje. Ik weet ook niet zo goed wat er voor de rest leuk bij staat. Wat vind je daarvan? Leuker, denk ik. Ik ook wel. Maar ik moet je eerlijk toegeven dat ik niet weet, ik ben er denk ik niet helemaal weg van, maar ik weet niet waar het aan ligt. Nee, ik denk misschien als het een wat donkerder groen, donkerdere tint groen was, de broek, dat ik het dan leuker zou, maar ja. Maar wat vind jij? Want dat is het belangrijkst. Ik heb denk ik hetzelfde. Ik zou niet weten waarom ik hem niet helemaal leuk vind. Ja. Misschien ben ik gewoon niet te diep voor dit broek. Nee, dat soort dingen bestaan niet. Het zijn geen types. Het zijn geen types. Ik kan alles aan wat je leuk vindt. Ja, ik weet niet precies wat het is. Er is gewoon iets. We zijn er allebei niet helemaal weg van. En mijn twijfel. Oké, het is nog even zoeken van wat leuk staat bij elkaar en zo. Ja. Maar we zijn allebei hier wel fan van. Die vorige broek is er dus niet. Hè? We zijn, ja, jammer. Maar dit is allebei. Zit goed. Goede maat gegokt. Voor het eerst een douche met korte mouwen. Ja? Heb je wel zo'n lichte broek gehad ook? Nou, ik denk dat je dit echt alleen met zwart kan dragen. Misschien kan wel even... Die lichte broek, wacht. Ik heb Pinterest gedaan op mijn telefoon. Ik weet niet waar mijn telefoon is. Wat er leest bij die broek? Ik zie hier een leuk t-shirt met een printje. Een wit t-shirt met een printje. Iemand met een zwarte hoodie. Ja, wit en zwart. En ja, waar staat dat eigenlijk niet bij? Oh ja, dat was de conclusie ook bij die vorige broek. Van, we hadden zoiets van, daar ga je dus niet met... Waarom focust deze camera zo gek? Niet heel veel outfits konden we ermee bedenken. Dus dan is het ook zonde. Ga ik altijd voor mezelf naar... Sorry dat ik over mezelf begin, maar... Patty shop dus niet zo vaak. Dus ik deel dan gewoon mijn. Ik ga ook altijd voor mezelf na van... Oké, ik vind het een leuk kledingstuk. Bijvoorbeeld online. Maar hoe staat het bij het model? Hoe zal het bij mij vallen? En is dit iets waarvan ik denk dat ik het vaak ga dragen? Met dingen die ik in mijn kast heb al kan combineren en zo. Ik vind het echt leuk. Nog van die sandaaltjes eronder of zo. Van die slippers. Het is best wel relaxed dat je nu gewoon thuis kan passen. Met je eigen spullen er ook bij. Ik wil ook echt nog een beetje zo'n losvallende pantalon vinden voor je. Dat lijkt me ook echt super cool. Ik weet het niet helemaal met precies dat shirt, maar ik vind dat een heel leuk jasje. Wat maakt het zo fijn dan? Wat dat jasje zo leuk maakt? Ik denk het materiaal en de kleur. En ik vind donkerblauw ook wel heel fris afsteken tegen wit. Die zakken zijn leuk. Dat kraagje. Dat is wel wat. Hey, die zit aan die ding. Hij is afgeprijsd van 60 naar 30. Chill. Leuk stofje. Lekker gestreept blousie. Maar wat is dat ineens met dat we dus allemaal dingen leuk vinden in kleuren waarvan we niet weten hoe we het moeten combineren. Ik denk dat het misschien wel leuk staat met een gewoon blauwe jeans eronder. Oké, dus basic zwart t-shirt van de H&M. Die hadden we gewoon al. Die heeft Pet gepast en gekocht in de winkel. Of gekregen. Verjaardagscadeautje. Deze is door de keuring. Het zwarte blouseje. Het is een beetje een wat transparanter. Luchtig stofje, donkerblauw jasje en deze broek. Echt leuk. Ik had helemaal niet verwacht dat, zeg maar, ik weet niet wat we zouden gaan kopen vandaag. Super simpel restjes avondeten, maar dit is echt mijn favoriete eten, dus helemaal blij. Daarna heb ik weer verder gelezen in mijn boek en The Love Hypothesis heb ik in anderhalve dag uitgelezen. Doe ermee wat je wil. Ik heb weer nieuwe boeken die ik wil lezen. Ik zit weer in een kick of zo en ik vind het echt fantastisch. Ik hoop dat het goed gaat met jullie, dat jullie ook een fijne week hebben gehad en tegemoet gaan. En ik voel me dus inmiddels weer wat beter. Ik heb ook weer zin in sociale dingen, dus wie weet wat ik deze week allemaal ga beleven. Ik heb in ieder geval een lekkere smoothie. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nou meer van me willen zien, dan kan je natuurlijk abonneren op mijn kanaal. Je kan me ook volgen op Instagram en TikTok. En dan hoop ik dat ik je snel terug zie bij de volgende video. Doei doei!